Door het mooie weer neemt het aantal branden op balkonnen en dakterrassen toe. In totaal gaat het in de regio Amsterdam om tientallen branden per jaar. Die meeste worden veroorzaakt door smeulende sigaretten. Die worden dan bijvoorbeeld in plantenbakken achtergelaten. Verjaardag gehouden, sigaretten erin geduwd en dan is dit het resultaat. Als deze bij wijze van spreken op de grond staat of op een tafeltje, dan gaat die met de brand meedoen. En dan gaat het escaleren en dan gaat de rest wat allemaal op het balkon staat. De branden, die ook door barbecues veroorzaakt kunnen worden, zijn meestal lastig te bereiken, omdat de balkons of dakterrassen aan de kant van de binnentuin liggen. Ook worden dit soort branden meestal pas in de nacht ontdekt. Het vuur wordt namelijk pas na uren zichtbaar. En als het een late verjaardag is geworden, ja, dan hebben ze misschien nog geluk dat ze het hebben ontdekt. Maar is de verjaardag vroeg afgelopen. Ja, iedereen gaat naar bed en op het moment dat iedereen slaapt, komt hij tot ontbranding. Meijer heeft daarom een dringend advies aan Amsterdammers. Zou je eerst stoppen met roken? Dat is inderdaad voor je gezondheid wat beter. Maar wil je toch, ja, blijf je toch doen, dan denk ik van ja, zorg ervoor dat je als gastheer dat je in ieder geval een schoteltje of een bakje met water hebt staan waar mensen dan even op geattendeerd worden. Prima dat je rookt, maar niet in mijn plantenbak of in mijn bloembak, maar eventjes in het bakje met het schaaltje met water.